heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA en vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Slob. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de eed te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen: zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dank u wel. Meneer Slob, u bent 14 jaar lid van de Tweede Kamer. In die periode bent u op verschillende momenten woordvoerder geweest, ook op het HZL-dossier. Toen u als Kamerlid aantrad, speelde de concessieovereenkomst. Die was net getekend en u was lid van de tijdelijke commissie Infrastructuur die in 2005 onderzoek deed naar de vertragingen en de budgetoverschrijdingen bij grote infrastructurele projecten, waaronder de HZL-Zuid. De commissie heeft vandaag een aantal vragen voor u over het functioneren van de Tweede Kamer tijdens verschillende fasen van dit dossier en een aantal vragen over de lessen die u heeft getrokken in uw commissie, tijdelijke commissie Infrastructuur. En we beginnen bij het functioneren van de Tweede Kamer. En als eerste vragensteller geef ik het woord aan de heer Van Gerven. Ja, meneer Slob, zoals de voorzitter al zei, was u lid van de tijdelijke commissie Infrastructuur, commissie Duivenstein. En die heeft de minister bij die verhoren die toen plaatsvonden, toen heeft minister Netelbos van Verkeer en Waterstaat laten weten dat ze erg blij was met de gesloten deal over het vervoer. En toen doelden ze op de concessieovereenkomst, zeg maar, de vergunning die aan NS was verleend om het vervoer over de HZL, over de hoge snelheidslijn, te doen. Om die vergunning te krijgen. En ze zei, zo kwam er toch nog iets goed op het dossier HZL-Zuid. Hoe keek u er tegenaan? Ja, ik herinner me dat nog goed. Ik zat toen aan de andere kant. En ik weet zelfs de datum nog, was in 16 september... dat wij met haar toen spraken tijdens onze verhoren. We hebben haar toen vooral gehoord over de andere contracten die gesloten waren. Want zoals u weet is de hele aanbesteding van de HZL en de contractering is heel erg opgeknipt geweest. En zijn er heel veel problemen geweest als het ging om met name de zogenaamde onderbouwcontracten, zeg maar de rails. En we hadden ook nog aparte contracten weer voor de bovenbouw. En dat heeft tot allerlei overschrijdingen geleid. Dus daar hadden we haar flink op bevraagd. En uiteindelijk kwam zij toen zelf met een soort verzuchting van, maar er zijn ook dingen goed gegaan, kwam het in feite op neer. En toen was ze redelijk euforisch over het vervoerscontract, wat toch heel erg veel opgebracht had. Ze zei er nog wel bij dat ze hoopte dat men geen slappe knieën zou krijgen en weer zou gaan heronderhandelen. Maar ze was daar erg over te spreken. Wij hebben toen al zelf als commissie de conclusie getrokken dat dat eigenlijk wel erg prematuur was. Het was een contract ook nog voor de langere termijn en dat zou in de exploitatiefase moeten gaan blijken of dat echt zo lucratief was als toen door de toenmalig minister Netelbos werd aangegeven. En ja, je kunt stellen dat onze kanttekening bij haar opmerkingen, dat die in de loop van de tijd uit zijn gekomen. Hoe keek u er zelf tegenaan? Tegen die concessieovereenkomst van 2001? Ja, ik zit hier met twee petten op. Ik zit hier met de pet op van oud-lid van de commissie, tijdelijke commissie infrastructuurprojecten. Dat was de periode 2003, december 2003 tot november 2003 tot december 2004. Ik ben zelf woordvoerder geweest in de periode 2003 tot 2006 en 2010 tot 2012. En toen was dat hele gebeuren van
afsluiten van contracten, openbaar aanbesteden, dat was helemaal achter de rug. Die hele discussie was toen al gevoerd. Dus het was voor mij, toen ik in 2003 als woordvoerder daarover kwam te spreken, was dat een gegeven. De handtekeningen waren ook gezet. Als TCI-commissie hebben wij wel een vrij uitgebreide studie gemaakt van het vervoerscontract en de wijze waarop die ook tot stand was gekomen. En het kwam her en der in het verhoor, u noemde net ook al minister Netelenbos, oud-minister Netelenbos, kwam het ook aan de orde. Wij hebben het afsluiten van dat vervoerscontract, ook het openbaar aanbesteden, hebben we heel nadrukkelijk ook in de context geplaatst van hoe eind jaren 90 ook naar de railsector en het vervoer werd gekeken. Dat was een tijd dat er notas lagen van het kabinet, de derde eeuw spoor. Er lag een uitgebreide nota, januari 1999, die ging over privatisering. Er heerste toen een cultuur, en ook dat werd ook wel hardop uitgesproken, van de NS is in 1995 verzelfstandigd. Misschien moeten er ook wel vervolgstappen worden gezet, verdere liberalisering van de spoorsector, misschien ook wel privatiseren van de NS. Er werd zelfs ook gesproken over dat de NS naar de beurs zou moeten gaan. En in die context is uiteindelijk ook de keuze gemaakt om het openbaar aan te besteden. En bijzonder is dat het is vandaag 8 juni. Het was 8 juni 2000, dus precies 15 jaar geleden, op de dag af dat het kabinet dat besluit toen heeft genomen. Ja. Ik zou u haast willen adviseren om even een minuut stilte te nemen. Ja. Maar ik denk dat dat is eigenlijk het begin geweest van heel veel gedoe, ik zeg het maar even in die woorden, waar we tot op de dag van vandaag dus nog mee bezig zijn. Ja, u schetst de context. Ik geef ook een beoordeling. Ja, u zegt gedoe, dat houdt een beoordeling in, maar u schetst de context waarin zeg maar die aanbesteding heeft plaatsgevonden. Wat ging mij erom wat uw oordeel was, uw appreciatie bij toen u in 2003 bijvoorbeeld als woordvoerder geconfronteerd werd met die afspraken of die deal die er toen lag. En hoe we die beoordeelden. Kijk, op dat moment hoefden wij in die zin niet meer te oordelen. Het feit was dat dat besluit was gevallen, dat daar in de Kamer uitgebreid over gedebatteerd was. Uitgebreid. Als commissie kwamen wij er ook achter dat uiteindelijk, nadat het kabinet dus die 8 juni 2000, dus vandaag de dag of 15 jaar geleden, besloot dat tot openbare aanbesteding. En een jaar later in oktober uiteindelijk de HSA, waar de NS natuurlijk de belangrijkste partner in was, als zeg maar de winnaar eruit kwam. Het kabinet 5 december in datzelfde jaar de handtekeningen heeft gezet, ook met HSA. En een dag later werd er met de Kamer gesproken. Dus er werd met de Kamer gesproken over een afgesloten concessie, over een concessie die door de HSA was gewonnen, nadat de handtekeningen al waren gezet. En de toenmalig verantwoordelijk minister, dat was weer minister Netelenbos, die werd daar natuurlijk op aangesproken. En zij zei van het is absoluut niet aan de orde dat nu nog de rijke inzichten van de Kamer nog verder verwerkt zouden worden in dit contract, na alles wat er al aan vooraf was gegaan. Om even ook de context aan te geven. Discussie was gevoerd. De Kamer stond zelfs voor een gedeelte buitenspel, maar eigenlijk helemaal als het ging om nog meepraten over het contract wat er lag. Dus toen ik in 2003 aantrad als woordvoerder, dat gold overigens voor alle andere woordvoerders, was er geen aanleiding meer om die discussie te voeren. De kruiddampen waren ook nog net gaan liggen als het ging om de tariefsrestrictie en de discussie die daarover ook in de Kamer was gevoerd. Ja. Die discussie hebben we later wel weer sneller opgepakt, maar het contract was op dat moment een gegeven. U zag dat er kruiddampen waren geweest, dat het er stevig aan toe was gegaan, maar toen u aantrad was het relatief rustig. Maar in 2005... toen heeft u de minister gevraagd om High Speed Alliance, dat was de NS-dochter die het HSL-vervoer zou verzorgen, dat hij op een faillissement afstevende. En welke aanleiding had u toen om te denken dat HSA misschien failliet zou gaan? Ja, in de loop van de jaren, en inderdaad, dan moeten we echt even een sprongetje maken. Dat was met toenmalig minister Peijs als verantwoordelijk minister voor, toen heette het nog, Verkeer en Waterstaat. Ook een aantal keren zelfs wel in de commissievergaderingen die we hadden waar natuurlijk voortgangsrapportages ook kwamen,
aan de orde geweest van, hangt er niet een te grote, noem het maar even, molensteen om de nek van HSA? Want eigenlijk was het toch wel algemeen bekend dat datgene wat ze ervoor geboden hadden, en dat was een behoorlijk groot bedrag, zoals u weet, misschien wel wat te veel van het goede was. En ook risico's met zich mee zou brengen in het vervolg voor een eventueel faillissement. En dan weten we allemaal hoe hybride de situatie is als we praten over de NS en de Nederlandse overheid met 100% aandeelhouderschap. Dat uiteindelijk dan toch die rekening weer bij de staat zou terechtkomen. Dus er stond een enorme spanning stond er op dit contract en de verdere uitvoering daarvan. Ik heb zelf toen inderdaad ook een keer vrij nadrukkelijk ook de minister daarop bevraagd. Omdat er weer rapporten kwamen. Er was een hoogleraar, ik weet niet meer precies zijn naam, maar die had weer studie gedaan ook naar hoe de reizigersstromen zouden lopen. En dat viel toch flink tegen met betrekking tot de verwachtingen die er waren. Dus dat zou dan ook weer gevolgen hebben voor de uiteindelijke opbrengsten. De reactie die ik toen kreeg is eigenlijk ook wel typerend voor hoe het in die periode vaker ging. Eigenlijk werd de Kamer een beetje op afstand gehouden en waren er wat, ik noem het dan toch maar, ook met terugwerkende kracht. Omdat je later een soort patroon daar ook in ziet, bezweringsformules. Zo van ja, dat zijn allemaal nog maar verwachtingen, dat zijn ramingen. Laten we maar even wachten, want het duurt allemaal nog wel eventjes. Misschien komt het allemaal wel goed. Dat werd natuurlijk niet in deze woorden gezegd, maar dat was wel de wijze waarop iedere keer de beantwoording werd verwoord. Dat hebben we overigens ook meegemaakt toen de discussie over, komen die treinen er wel ook losbarsten in de commissie. Ja, dus in de Kamer gingen toch stemmen op om eventueel High Speed Alliance HSA te helpen en die gebruiksvergoeding te verlagen, die het bedrijf dus jaarlijks betaalde. En de minister zei nou, dat gaan we, daar wil ik pas aan denken als die treinen zouden gaan rijden. En u hebt daar kennelijk genoegen mee genomen met die uitleg van de minister. Maar HSA zou wel geholpen zijn met zo'n tegemoetkoming, toch? Nou, u moet zich voorstellen dat als u dan praat over die eerste periode waarin ik woordvoerder was, de contracten waren afgesloten. De discussie, en die was op het scherp van de snede gevoerd, voor zover de Kamer nog iets te zeggen had, omdat de contracten al waren getekend, waren afgerond. Ook de hele discussie over de tariefrestrictie, misschien dat we daar straks nog even op terug kunnen komen, omdat ik dat denk ook wel een voorbeeld is van hoe verhouding kabinet-kamer soms handen en voeten krijgt. Die discussie was afgerond. Op het moment dat er signalen binnenkomen van gaat het wel goed, is dat inderdaad ook, denk ik, onze taak ook als parlement om daar met de minister over te spreken. Als een minister daar vrij duidelijk over is, van op dit moment is er nog geen aanleiding om daar anders in te gaan handelen en aangeeft van laten we toch nog even kijken hoe dingen zich ontwikkelen. Is het wel heel erg lastig om daar ook als Kamer doorheen te breken. Dat zou je sowieso ook in meerderheden moeten doen. En mijn indruk was ook niet dat de zorgen, zeg maar, van gaat het allemaal wel goed, dat die bij alle Kamerfracties ook leefden. Dus dat is inderdaad reden geweest om dat toch nog even voor dat moment dan ook maar zo te laten. We weten overigens dat de minister later wel ook zelf wel scenario's is gaan ontwikkelen van stel dat. Maar goed, dat wist op dat moment dan niet in de officiële Kamerdebatten. U had een toch een wat afwachtende houding, hè, nog op dat moment. Vond u dat dan ook dat HSA toch aan die concessieovereenkomst gehouden moest worden? Nou, op zich is het natuurlijk logisch op het moment dat er handtekeningen zijn gezet en dat wordt naar je hoop toch bij het volle verstand gedaan, dat dan wel het uitgangspunt is van waaruit je gaat werken. Men heeft nog wel geprobeerd om in het jaar nadat het contract was getekend toch nog die korting te kunnen binnenhalen die ook in het contract was afgesproken. En dat is die tariefrestrictie waar ik net al even naar aan hintte. Er stond nog een soort bepaling in en die moest dan binnen een jaar opgenomen worden. Dan moest de staat het initiatief voor nemen. Dat als men tariefrestricties zou willen toepassen, hè, en dat zou voor de kaartjes en de hoogte van de prijskaartjes zou dat aantrekkelijk zijn, ook voor reizigers, dat dan HSA een korting van 47 miljoen zou krijgen. Dus van de 148 die ze geboden hadden, zou die dan teruggaan naar 101. Wij weten als, en dat zeg ik ook uit hoofden van mijn lidmaatschap van de Telecommissie Infrastructuurprojecten, dat er ook ambtelijk met de ministers ook een wisseling is geweest van gedachtes van moeten we dit eigenlijk wel aan de Kamer melden.
En als TCI-commissie kwamen we zelfs een ambtelijk advies tegen. Dat was op het ministerie van Financiën, waar de minister van Financiën eigenlijk werd geadviseerd dat niet te doen. Een beetje onder het bom van ga je slapende honden wakker maken. Tot mijn grote vreugde als democraat en als je weet hoe ook een kabinet moet functioneren, heeft minister Zalm toen in de kantlijn oneens gezet. En het is wel aan de Kamer gerapporteerd. Het is aan gerapporteerd. De Kamer gemeld. En misschien, meneer Slob, voordat u verder gaat, want we gaan verder over die tariefrestrictie. Wat wil zeggen dat dan de prijskaart of de prijs van de kaartjes, van de treinkaartjes, wordt gemaximeerd. Hè, dat daar een... dat het niet helemaal vrij is voor zeg maar HSA als vervoerder, die tariefrestrictie. Dan had de Kamer, ga even terug naar 2002, had een motie Veenstra aangenomen over die tariefrestrictie. En daar hoort dus een verlaging van die gebruiksvergoeding bij. En nou is dat er niet van gekomen. Zowel die tariefrestrictie niet als die verlaging met 47 miljoen van de vergoeding die betaald moest worden door NS. En weet u waarom de Kamer eigenlijk niet heeft doorgepakt? Want die was daar in meerderheid toch duidelijk over. Ik was toen geen woordvoerder in die tijd, hè, maar ik weet wel vanuit, nogmaals, die twee petten. Ik moet af en toe even duidelijk maken vanuit welke hoofd ik hier spreek. Vanuit mijn lidmaatschap van de TCI-commissie weet ik dat er vanuit de kant van het kabinet ook flink, ik zou zeggen powerplay, in de richting van de Kamer is gespeeld om niet de uitspraak te doen dat de ruimte, zeg maar, die er in het contract zat, dat die op die wijze zoals die daar verwoord was ook gelicht zou worden, omdat daar natuurlijk een prijskaartje van 47 miljoen aan hing. En wij wisten ook als TCI, dat hebben we ook in de stukken terug kunnen vinden, dat het ministerie van Financiën, eigenlijk ook al het ministerie van Verkeer en Waterstaat, had duidelijk gemaakt dat als dat gaat gebeuren, dan zullen jullie binnen je eigen MIRT-begroting, dus voor infraprojecten, zullen jullie dat dan maar moeten opvangen. Dus dat zou ten koste zijn gegaan van andere investeringen in ons weg- of spoor. Maar wie zei dat? Het ministerie van Financiën had duidelijk gemaakt dat als die tariefdiscussie, als de Kamer dat zou gaan uitspreken, en er was natuurlijk best ook wel aanleiding voor om daar toch eens aan te denken. Ook omdat het wel een verlichting ook zou betekenen, ook voor HSA, hoe ze verder zouden moeten gaan. En er waren toch best ook vanaf het begin wel zorgen van gaat dat wel goed. Ook op volgens mij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Is uiteindelijk in het kabinet besloten om dat dus niet te doen. En mevrouw Netelenbos, toen als minister, heeft toen in de richting van de Kamer ook aangegeven, dat gaan we dus niet doen, die tariefrestrictie. Waarom niet? Dan ontstaat de cannibalisme, want dan gaat die HSA, of de HSL en de treinen die daarop gaan rijden, die gaan dan onze intercities, noem het maar even wat, leeg eten. Want ja, als het ongeveer even duur is, dan gaat men overstappen naar een snellere trein en dat gaat ten koste van de bezetting van de intercities. Dus dat zal ook weer gevolgen hebben voor de wijze waarop je dan daarmee verder kan gaan. En zei ze ook nog, herinner ik me uit ons onderzoek, ze hadden nog eens gekeken van nou, hoeveel automobilisten zullen dan overwegen om de auto thuis te laten staan onder de carport of waar ze hem ook parkeren en in de HSL te stappen. Nou, dat zouden er dan ongeveer zo'n 1000 zijn. Dus, zei ze, dat betekent dus 47 miljoen, 1000 extra reizigers, 47.000 per automobilist. Nee, dat gaan we niet subsidiëren. En zo werd het eigenlijk afgehouden. Er heeft nog wel een motie gelegen toen van volgens mij onze vroegere collega Halsema, maar die wel zei het moet gelicht worden en die is toen verworpen. Dus de motie die daarna is aangenomen was gewoon een hele slappere variant. En die heeft ook juridisch geen gevolgen gehad volgens mij voor het contract, is mijn herinnering daar nog aan. Is nou, want dat is interessant, u zei die 147 miljoen, die vergoeding, die was opgenomen in de pot om infrastructuur te realiseren. Klopt dat? Nee, wat ik zei is dat op het moment dat de optie die in het contract zat, het contract wat dus die 5 december 2001 met HSA was afgesloten, daar zat een optie in dat als de staat nog tot een inzicht zou komen, en dat kon nog tot, ik geloof 1 september 2002, om alsnog toch tariefrestrictie toe te passen, dat dat kon, dan moest men dat natuurlijk ook aangeven. En dan zou de HSA een reductie krijgen, want ze zouden natuurlijk ook minder inkomsten krijgen op termijn. Dan zou een reductie krijgen op de vergoeding die ze moesten betalen. En dat was een reductie van 47 miljoen. Maar die 47 miljoen, die maakte toch geen deel uit van de begroting?
Nee. Kijk, we hebben... Maar als er een reductie wordt toegepast, dan moet het natuurlijk op het totaal van de rijksbegroting moet het wel opgelost worden. Nee, maar dat was het statement wat het ministerie van Financiën maakt in de richting van Verkeer en Waterstaat. Als dat gaat gebeuren, denk maar niet, ik denk dat minister Zal misschien dat zo gezegd zou hebben, denk maar niet dat ik dat dan ga betalen. Dan ga je dat maar op je eigen begroting zoeken. En dat betekent dat je het op de Meert moet zoeken. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor andere projecten. Maar dat is dus de discussie, hè, want de Meert, dat is eigenlijk een meerjaren... planning zeg maar van infrastructuurprojecten, hè, om wegen aan te leggen of te verbeteren enzovoorts. We hebben de secretaris-generaal, de heer Pans, gehoord van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. En die zegt, nou, er zat maar voor 100 miljoen in de begroting op dat moment. En ik spreek over het jaar 2001-2002. Dus toen speelde, later is het wel volledig in de begroting opgenomen, maar toen niet. Heeft u van die discussie iets meegekregen? Nou, wel want weer dat met, zou betekenen dat er dus wel, zeg maar, dat het in de begroting niet was dichtgetimmerd. Dat hebben we wel meegekregen, zeg maar, vanuit ook weer onze TCI-commissie, waar we die uitgebreide studie hebben gedaan en hebben gekeken van hoe is nou het een en ander verlopen en ook in financiële zin. Dat zijn geen zaken die in de Kamer zo één op één, voor zover ik weet in ieder geval, zijn gewisseld tussen kabinet en parlement, in dit geval de Vaste Kamercommissie van Verkeer en Waterstaat. Als TCI-commissie hebben wij zelfs ook de conclusie getrokken dat men heel erg voorzichtig was met te veel delen van informatie. Zeker als het om kwantitatieve gegevens ging, werd dat eigenlijk niet gedaan, omdat men het parlement eigenlijk zag als een risico voor budgetbeheer. En men gewoon bang was dat het delen van informatie, even los van het feit dat er ook marktpartijen bij betrokken waren, heel veel discussies zou gaan losmaken waar misschien ook weer prijskaartjes aan zouden hangen. Toch nog even terug naar die motie Veenstra en die tariefrestrictie. U zegt dat de Kamer niet heeft doorgepakt omdat de minister bijvoorbeeld zei, ja, dan gaat het om €47.000 per auto reiziger die dan uit de auto moet worden gehaald. Kijk, dat soort voorbeelden werden aangehaald. En door dat beeld heeft toch een meerderheid van de Kamer dat niet doorgezet. Mag ik dat zo concluderen? Ja, dat was niet één op één in de richting van die motie van Veenstra, maar wel in de hele discussie die toen in de Kamer ontstond over tariefsrestrictie. Mm-hmm. Waar dus het ministerie van Financiën, de ambtenaren al bang van waren dat die zou losbarsten. Ja. En waar de NS het op zich wel plezierig vond dat die discussie losbarstte. Ja. Want eventueel zou daar een reductie uit voortkomen. Dus het was een enorm krachtenspel. En ik heb heel vaak gemerkt bij dit dossier, op het moment dat het een heel groot krachtenspel wordt, dan wordt het op een bepaald moment, gaat het ook naar een wat hoger niveau. En wordt er soms ook op het allerhoogste niveau, ook partijpolitiek, worden de keuzes ook gemaakt. En dat zijn in dit soort situaties vaak de keuzes van doorgaan op de gemaakte afspraken die we hebben gemaakt. En geen wijzigingen daarin doorvoeren, want alle consequenties die dat voort kunnen vloeien. Maar u zegt dat loopt dan via coalitielijnen? Dat hebben we meerdere malen gezien, ja. Ja. Ook toen al of later? Helemaal in het begin. Wat ik nog steeds een hele onbegrijpelijke vind, toen de HSL-lijn werd aangelegd, dat het tracé in het regeerakkoord van het kabinet Kok 1 is plaatsgekomen. Met inbegrip van de tracékeuze. Op een moment dat wat we toen noemden de planologische kernbeslissingen, dus het hele ruimtelijke ordeningsverhaal, nog volop liep. Ik onderbreek u, meneer Slob, want we willen echt focussen op, laten we zeggen, niet de tracé en de aanleg, want dat is ook al heel uitvoerig beschreven. Maar ik wil met u naar een andere motie om gewoon dat spel in de Kamer toch scherp te krijgen. Want in 2005... dan heeft u de motie van Heijm, die heeft u mede ondertekend. En daarin staat, wordt de regering verzocht erop toe te zien dat NS de frequentie en loop van bestaande intercities niet zou aanpassen louter omwille van een beter exploitatieresultaat van de hoge snelheidslijn. Wat was de achtergrond van die motie? Nog even een opmerking over wat ik hiervoor zei. Inderdaad ging dat over de infra. Maar het is wel heel goed om, ook als je kijkt naar wat nu het uiterste, zeg maar het laatste stukje is van wat u nu onderzoekt als het gaat om vervoer, om die lijn toch ook even breed te trekken van wat is er ook voorafgaand gebeurd. Ik zie zelf ook uw commissie als een soort afsluiting ook van waar de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten mee bezig is geweest. En dan zie je dus dat als er op een bepaald moment in het proces zaken op scherp komen te staan, zelfs tot en met dus dat het vastgelegd wordt in regeerakkoorden, dat er dan als de Kamer aan zet is,
er soms geen enkele ruimte meer is om iets te doen. En zelfs als de Kamer in meerderheid andere opvattingen heeft, en dat is gebeurd als het gaat om het tracé, waar een van de regeringspartijen, de Partij van de Arbeid, daar toch uiteindelijk anders in zat. Omdat het uiteindelijk chefzache werd tot in het kabinet toe. Men toch gewoon doorging, zoals eerder was afgesproken, met alle kosten die daar extra weer bijgekomen zijn. Goed, dat was even toch nog een stukje geschiedschrijving. Ja, motie van Heijem, kan ik me nog herinneren, klopt. Ja. Er zijn veel moties van Heijm geweest, een gewaardeerd oud-collega, een aantal jaren actief geweest op dit terrein. Maar er stond ook uw naam onder. Ja, deze heeft ook mijn naam gekregen. Dat gebeurde niet altijd, maar bij deze wel. Dit was een motie die, denk ik, heel erg goed verwoordde de zorgen die de Kamer wel had. Wetende, want die discussie werd ook gevoerd, we hadden het er net al over, ook met minister Peijs, van gaat dat wel goed ook met die gebruikersvergoeding? Is het niet een de zware last ook voor de HSA, gaan daar misschien dan straks problemen ontstaan, was er inderdaad ook wel angst van, zou dat dan misschien niet op een andere manier die problemen terugkomen? Want ja, als het, dat heeft te maken met, moet dat de lengte uit de breedte komen? Als dat zo'n zware financiële last is, moet misschien op een andere plek gesneden worden om toch de financiële middelen bij elkaar te krijgen. En dat was onze angst, dat dan mogelijkerwijs op andere plekken in Nederland het vervoer minder zou gaan worden. Intensiteit van intercities bijvoorbeeld of stoptreinen. En dat hebben we toen ook uitgesproken in die motie. En is er nou voldoende uitvoering gegeven aan die motie? Ik ben daar de laatste weken weer eens even goed ingedoken. Toen uiteindelijk de dienstregeling voor 2007 kwam, toen was de Kamer in behoorlijke staat van van ontzetting, in die zin dat het een verslechtering was. De dienstregeling van 2007 zag er niet goed uit. Wel, hij zag er wel goed uit voor het westen van het land, maar Nederland is meer dan de Randstad. Daarbuiten, oosten, noorden en ook wel wat in het zuiden, was het echt een verslechtering. Wij kregen die informatie, moet u ook even kijken hoe de politiek toen was verlopen. We hadden het er net weer met een val van een kabinet te maken. Er zouden verkiezingen geweest, zou een nieuw kabinet gaan komen. Wij kregen die informatie pas in augustus 2006, ook nog geloof ik in het reces. En direct daarna zijn toen de discussies gevoerd. Maar in de eerste brief die de toenmalige staatssecretaris, onze huidige minister, mevrouw Schulz, ook ons stuurde, stond al dat het onomkeerbaar was. Dus dat het niet meer, het kon niet meer veranderd worden. Dat heeft ze later teruggenomen, dat woord. Maar duidelijk was wel dat we gewoon eigenlijk werden geconfronteerd met een dienstregeling voor 2007. Waar misschien nog een klein beetje wat aanpassingen konden plaatsvinden, maar die wij wel als een verslechtering hebben gezien. Ja. En die verslechtering had die relatie met de hoge snelheidslijn? Of Dat blijft gissen. Dat blijft in. Ja, goed, dat, maar dat u kun zou je mogen concluderen dat die motie dan toch niet helemaal is uitgevoerd. Nou, op basis daarvan zou je dat kunnen concluderen. Ik weet wel dus dat de Kamer het ook niet zomaar over zijn kant heeft laten gaan. We hebben uiteindelijk zelfs ook nog met de minister daarover gedebatteerd. Dus eerst met de staatssecretaris, later met de minister. De Kamer heeft ook nog een aantal moties met wensen rond de dienstregeling ingediend die volgens mij op een paar onderdelen ook wel nog ingepast zijn. Maar de hele sfeer eromheen was natuurlijk van ja, hoe kan dit gebeuren? En hoe kan het dat de Kamer op deze wijze eigenlijk ook geschoffeerd wordt? Wij zagen het ook als een uitgeleide van de staatssecretaris, ook de wijze waarop ze het naar ons gepresenteerd had. U wordt eigenlijk voor voldongen, toch meer en meer voor een voldongen feit geplaatst. Net als de Kamer, zeg maar, bij het afsluiten van de concessieovereenkomst in 2001. Hè, u memoreerde daar zojuist ook al aan. En dat brengt ons natuurlijk toch bij de vraag van, ja, wat is de kracht van het parlement, van de Kamer? En heeft u nou ook nog voorbeelden waarbij in het dossier van de hoge snelheidslijnen, daar hebben we het nu over, waar de Kamer wel doorpakt? Nou, de of Kamer, kunt u die niet noemen? Nou, de kracht van de Kamer, ook nu weer, ik heb de afgelopen weken flink ook weer in de stukken gedoken en ook de verslagen weer gelezen. En dan zie je wel dat de Kamer steeds wel ook, zeg maar, de goede vragen wel stelt. En ook de vinger legt bij ontwikkelingen die er op dat moment zijn. Bijvoorbeeld rond de HSA van kan men die zware last eigenlijk wel dragen? Die men, willens en wetens, zelf al is aangegaan, ook in die context van ja,
Men moest natuurlijk zijn positie wel veroveren, want er was zoveel gaande met liberalisering en mogelijke privatisering. Dus men moest een sterke positie hebben, maar als dat zo'n zware last is die ze meedragen, gaan ze daar dan niet aan bezwijken. En dan komt de rekening alsnog ook weer bij de Staten zitten. Daar is regelmatig vanuit de Kamer de vinger bij gelegd. Maar de vraag is dus even, en misschien dat u die toch met ja of nee kunt beantwoorden, of u voorbeelden kent waarbij de Kamer, dus als het gaat over de hoge snelheidslijn, echt heeft doorgepakt. Wat bedoelt u met doorpakken? Dat is misschien wel even goed. Dat ze op een majeur punt toch echt een andere richting uit wilden en ook heeft bewerkstelligd dat dat gebeurd is. Als je dat met ja of nee zou moeten beantwoorden, voorbeelden. Nou, op het moment dat de Kamer heeft niet zeg maar moties aangenomen dat men zei van en nu is het klaar. U gaat nu en u, de minister en achter het kabinet, u gaat nu maar weer heronderhandelen met HASA en tot een nieuwe concessie komen waar de integratie met het hoofdrailnet bij zou moeten horen. Wat, zoals we weten, jaren later door minister Schulz wel zelf gedaan is. Dat soort moties zouden ook kansloos zijn geweest. Wat ik net ook al aangaf, dit is uiteindelijk als het erop aankomt, omdat er ook zulke grote bedragen in rondgaan, is dit uiteindelijk ook gewoon een zaak die op het allerhoogste niveau, kabinetsniveau en ook coalitieniveau aan de orde is. En waar moties die afweken van wat uiteindelijk de eerder gemaakte afspraken waren, op voorraad ook kansloos waren. Dus dat is ook een afweging die je kunt maken van moet je dat op deze manier gaan doen. Wat de Kamer wel uiteindelijk gedaan heeft, en dat vind ik heel goed, is dat men in 2005 uiteindelijk heeft gezegd van ja, allemaal goed en aardig, maar in dit soort openbare sessies met een minister, maar tijdens algemeen overleggen komen we er niet uit. Het is heel ongemakkelijk. Er gebeurde vaker dat we ook in beslotenheid moesten gaan spreken. Omdat, en dat was dan vaak ook het argument van ja, marktinformatie kunnen we niet zomaar delen, dus moet in beslotenheid. Maar daar kon je dan weer helemaal niks mee. Dat de Kamer toen zelf heeft gezegd, wij gaan een onderzoek doen, ook naar het vervoer. Want we hebben grote zorgen, ook of die treinen straks wel zullen gaan rijden, of diegene die die treinen moet gaan bouwen wel capabel is. En daar is de Kamer toen ook mee aan de slag gegaan. Wat dan het mindere is van wat men toen gedaan heeft, is dat uiteindelijk daar een soort tussenrapportage is gekomen die nooit naar buiten is gekomen, ook omdat er weer kabinetswisselingen waren. We zaten ook in een hele hectische periode politiek met het ene kabinet na het ander. Dat is voor dit dossier ook niet echt bevorderlijk geweest, maar voor de goede voortgang. Mag ik even afsluitend dan op dit punt concluderen dat de Kamer wel veel gesignaleerd heeft, ook eigen onderzoek heeft gedaan, maar uiteindelijk toch niet bepalend is geweest, zeg maar, in de richting hoe het HSL-dossier zich heeft ontwikkeld. Dat is op zich een goede conclusie, waar ik wel deze kanttekening bij wil maken, dat ook de informatievoorziening vanuit het kabinet richting de Kamer van tijd tot tijd van dien aard was, dat ook zo omvloer soms ook van wat er dan werd gewisseld, dat de Kamer soms ook niet eens wist dat, dat men bij wijze van spreken harder zou moeten aanslaan, omdat die informatie niet bij ze bekend was. We zullen over die informatie uitwisselingen, hoe dat dan gaat, vertrouwelijk en niet vertrouwelijk, komen we later nog op terug. Ik wil nu het woord geven aan de heer Elias. Ja, voordat ik u een paar vragen stel over de lobby van de NS, wil ik u nog op een paar punten iets vragen waar ik u meende tussen de regels door een paar dingen te horen zeggen, waarvan het me verstandig lijkt even te verifiëren of dat nou ook was precies wat u bedoelde in het verhoor tot nu toe. Ik zal dat kort doen. U zei, eigenlijk werd de Kamer een beetje op afstand gehouden. U zei ook, het parlement wordt een beetje gezien als risicofactor door het kabinet voor het budgetbeheer. Maar daar is de Kamer toch zelf bij dat zij zich dat laat aandoen, nog even los van welke partijen en waarom en met welke argumenten. De Kamer kan toch, als zij dat wenst, zich heel hard opstellen. Zeker. Maar die opmerking die ik maakte over een risico voor budgetbeheer, dat was een conclusie die wij trokken als TCI-commissie. Die tijdelijke commissie over infrastructuur uit 2005. Ook omdat wij constateerden dat informatie die eigenlijk veel nadrukkelijker gedeeld had moeten worden met de Kamer, niet op die wijze werd gedeeld. Laat ik gewoon een voorbeeld geven. Dat was ook de aanleiding geweest voor het oprichten van de commissie. Dat was gelegen in het feit dat de Kamer erachter kwam in de begroting van Verkeer en Waterstaat voor het kalenderjaar 2003, dat niet in de hoofdtekst, maar
uit mijn hoofd op pagina 152 aan het eind van een technische tabel, zat opeens een risicoreservering van 985 miljoen. Onvoorstelbaar groot bedrag. Wij dachten toen nog heel erg in guldens en dan ging je over de 2 miljard. Dat was helemaal weggestopt in die begroting. Dat is uiteindelijk een resultante geweest van wat er in de jaren daarvoor is gebeurd. Dat eigenlijk alle overschrijdingen die er waren, min of meer wat onder de pet werden gehouden. Niet echt werden gedeeld met de Kamer. Niet in kwantitatieve gegevens over de risico's. Meer in categorieën van daar is het wat spanning en daar is het wat spanning. Maar er werd gewoon niet echt heel nadrukkelijk met de Kamer gedeeld dat er dergelijke overschrijdingen waren. Die waren uiteindelijk opgelopen tot bijna een miljard dus. In de accountantsrapportages die de Kamer kreeg, nog de allerlaatste die onder verantwoordelijkheid van minister Netelbos naar de Kamer werd gestuurd, werd daar wel ook in hele omvloerse bewoordingen werd er een beetje aan gehind. En de minister deed er een briefje bij dat ze geen aanleiding zag voor verder commentaar. Zo werd het naar de Kamer gestuurd. Feiten werden weggemoffeld, wel aangereikt, zodat je kon zeggen achteraf als bewindspersoon, ja hoor, ik heb het de Kamer toch verteld. Maar het zat zo diep weggestopt dat je het bijna niet kon vinden. Nou, ik ben er trots op dat de Kamer het dus wel gevonden heeft. Dat de Kamer toen ook heeft gedaan, zoals u net ook verwoordde, daar is een Kamer ook voor van ja, dit accepteren we ook gewoon niet. Het was ook weer net een kabinetswissel. Toen hadden we ook weer een nieuwe minister. Dat was minister De Boer van de LPF. En die kreeg het niet eens in zijn overdrachtsdossier mee. Daar zat het ook zelfs niet eens in. De enige wijze waarop hij het meekreeg is dat hij even een biertje heeft gedronken met, de naam viel hier al, van de heer Pans, de SG, die hem even wat kan bijpraten wat hem nog te wachten stond op zijn boot. Die naam zal ik nooit meer vergeten, de benaming Primetime had. Daar zaten de heren. En toen heeft hij een emmer aan informatie over zich heen gestort gekregen, zoals hij dat later in dezelfde ruimte aan ons verteld heeft. En daar zat toen ook die risicoreservering van 985 miljoen tussen. Wat hij op zich in het bedrijfsleven komend niet zo vreemd vond, maar voor ons was het echt een heel vreemde figuur. De Kamer is toen aangeslagen, is de aanleiding geweest voor het instellen ook van de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten. En toen zijn we ook daar stevig mee aan de slag gegaan. Maar voordat je dus zover bent, dat je daarachter komt, dat je doorhebt wat daar eigenlijk gaande is, dat informatie afgedekt is, dat minister Netelbos hier zei, overschrijdingen, dat is een spanning in de raming. Dus zij noemde het geen overschrijding. We hadden een eigen procedure, grote projecten, daarin stond dat je dat moest melden. Het punt is duidelijk. Het was voor haar geen overschrijding. Het tweede punt was, u zei, ja, wij dienden dan ook wel geen motie in, want ja, die was misschien toch kansloos. Tenminste, dat dacht ik u te horen zeggen. Maar dan nog had de Kamer, uw partij, uzelf, uw woordvoerder, daar toch op kunnen wijzen en al dus dat signaal af te geven. Nee, maar de discussie, want daar ging het net over de spanning die stond op de hoogte van het bedrag voor het vervoerscontract en de zorgen die erover waren, dat is iets wat in de Kamer steeds aan de orde is geweest. Daar heeft de Kamer inderdaad ook steeds op gewezen. Ik heb het zelf gedaan, maar ook andere collega's hebben dat gedaan. Op een bepaald moment krijg je dan wel een reactie terug van wel een stuk erkenning van natuurlijk zijn er risico's, we houden dat in de gaten en we hebben nog wel even wat tijd, dus het zijn nog prognoses, er zijn verwachtingen. Daar heeft de Kamer inderdaad uiteindelijk tot 2005, tot het echte Gortig werd, genoegen mee genomen. Met terugwerkende kracht zou je kunnen zeggen van met dat misschien nog eerder aan moeten slaan, maar dat moet wel in de breedte gebeuren. Laatste puntje, ja, heeft u ook voorbeelden van omvloerste of slechte informatievoorziening over het vervoer over de HSL? Daar, als het gaat om omvloerse verwoordingen, meer in de sfeer van dat al in een vrij vroeg stadium er signalen doorkwamen van met name toen uiteindelijk men wist wie, en dat heeft tot 2004 geduurd, wie die treinen zou gaan bouwen. Dat er vragen ook weer waren over, kunnen ze dat wel? Er kwamen signalen binnen uit Denemarken waar treinen van het spoor werden gehaald. Eigenlijk steeds de reactie vanuit het kabinet er een was in de sfeer van, ik noem het dan toch maar bezweringsformules, van het duurt nog wel even, ze rijden nog niet. En dat was ook een terugkerend iets. Maar met die bezweringsformules nam u wel genoegen? Contract is contract, was een reactie die we steeds te horen kregen. En de minister zei ook steeds, ik hoor van degene van HSA zelf, hè, want ze verschool zich in die zin ook wel een beetje achter HSA. En dat was ook eigenlijk wel begrijpelijk, want die had weer de contracten afgesloten met de treinenbouwer.
Ik krijg steeds terug, zei ze, van we gaan gewoon op tijd rijden. Het gaat gewoon lukken. Nou, we weten en nu als geen ander. Maar daar nam u genoegen mee met die informatie. Wij konden niet veel anders dan daar genoegen mee. Had u in 2004 al informatie over problemen met Ansaldo? 2005. Nee, 2005. 2005. Nee, in 2004 is volgens mij, ik zeg het even in mijn hoofd, mei 2004. Is volgens mij het moment dat duidelijk werd dat Ansaldo Breda de treinen zou gaan bouwen. Toen ontstond er overigens wel gelijk discussie, omdat in het persbericht wat de treinen bouwen naar buiten deed komen, werd gesproken over dat er eind 2006 volgens mij oplevering zou zijn. En het staartje wat wij hadden als het ging en wanneer er moest worden opgeleverd, lag dat een paar maanden ervoor. Dus dat was in de Kamer ook gelijk een discussiepunt. De minister zei nee, komt allemaal goed. Wij moesten daar maar op vertrouwen. We gaan het even met u over de lobby hebben van de NS. We spraken zojuist over de invoering van de tariefrestrictie. Nou ja, alles wat daar omheen speelt, dat is bekend. Discussie die volop speelt in de Kamer in 2002. NS deed veel moeite om dat ingevoerd te krijgen. De discussie loopt natuurlijk een paar jaar door. Hè? Dus ook als u al op enig moment Kamerlid wordt. Bent u zelf benaderd over die tariefrestrictie door de NS op enig moment? 2002 niet. Nee. Ik was er ook geen woordvoerder. Ik heb geen hele directe herinneringen van, nou, toen kwam dat onderwerp aan de orde, bij wijze van spreken, met een datum erbij. Maar in de contacten die er zijn geweest toen ik woordvoerder was, is het woord tariefrestrictie natuurlijk wel een keer gevallen. NS had u als Kamerlid regelmatig contact met mensen van de NS? Ik weet niet wat regelmatig is, om de zoveel tijd wel eens, maar de NS... Een paar keer per jaar? Jazeker, de NS had zijn lobby goed op orde. Overigens op een manier die ik uitermate correct vond. Ik vind, er is niets verkeerd mee dat ook een NS met Kamerleden spreekt. Sterker nog, het is denk ik ook heel goed om die inzichten ook mee te krijgen. Ik heb nooit meegemaakt dat de NS op een onbetamelijke manier mij benaderd heeft. Dat zou ze ook niet aangeraden zijn hoor, want dan staan ze snel weer buiten. Maar de NS heeft wat mij betreft op een hele correcte manier in die jaren gewoon hun informatie verstrekt. Feitelijk en zakelijk. Feitelijk, zakelijk en als je vragen had, konden ze beantwoord worden. En als je eens een keer op locatie wilde kijken, kon dat ook op die manier. Ene Kamerlid gaat anders om met informatie van lobbyisten dan andere. Herkende u wel eens in debatten of in stukken, laten we zeggen, informatie zoals de NS die aan u had aangeleverd? Bijvoorbeeld een kant-en-klare motie of suggesties? Er zijn wel eens momenten geweest, maar ik heb dat niet concreet van, dan moet je aan die motie denken of dat moment. Maar even ook in de breedte gewoon, dat ik wel merkte als je, als wij in de commissie, INM heette dat uiteindelijk, en daarvoor VNW aan het praten waren, dat je soms wel eens een keer wat terugherkende. Je denkt van, infrastructuur, stond dat niet in een brief? Dan wel verkeer en waterstaat, ja. Dat kon ook bij anderen vandaan komen, dat komt natuurlijk wel eens een keer voor. Maar ik geloof dat ieder Kamerlid in welke commissie die zit, die ervaring wel eens een keer heeft. Ik ben zelf daar helemaal was van, het is me ooit één keer heeft iemand het geprobeerd om mij een motie aan te smeren van die zou je in moeten dienen. Die stond binnen 2 minuten weer buiten. Daar gaat de Kamer zelf over. Okay. Maar sommige teksten of woorden of typeringen, herkende u daar de hand van de NS in? Nou, misschien refereert u aan, ik weet niet of dat bij de NS vandaan kwam, maar op een bepaald moment kwamen natuurlijk wel woorden in omloop die met die tariefrestrictie te maken hadden van de bontjastrein en dergelijke. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het was wel een typering die aangaf van deze trein wordt veel te duur en daar kan jammer de pet straks niet meer in vervoerd worden. Dat willen we niet. Maar ik weet niet en ik heb daar absoluut ook geen enkele aanwijzing voor dat zoiets bij de NS vandaan zou komen. Okay. Beoordeelt u de lobby van de NS als succesvol bij de Kamer in Den Haag? Nou, u gaf denk ik net ook al aan dat de Kamer uiteindelijk niet die uitspraken heeft gedaan die de NS uiteindelijk geholpen heeft. Want daar is uiteindelijk minister Schulz voor geweest, die eind 2011 een hete aardappel die door haar voorganger steeds vooruit was geschoven, wel heeft opgepakt. En uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat er een concessie kwam die qua financiën betaalbaar was en waar ook een integratie met het hoofdrailnet in zou gaan. Nee, ik geef er aan dat. Maar dat is niet vanuit de Kamer uiteindelijk tot stand gekomen. Waar ik het over had is, u refereerde er zelf net aan dat u als lid van die tijdelijke onderzoekscommissie ook interne notities aan bijvoorbeeld minister Zalm had gezien, dat hij met grote letters in de kantlijn had geschreven oneens. Tijdens het verhoor met hem hier is gebleken dat ook een van die
hanenpoot aantekeningen zijnerzijds was. Nu moet wel de NS ook stoppen met het deloyaal gelobby richting Kamer. Dus daar was in ieder geval vanuit zijn perspectief sprake van. Zeker, maar dat was 2000. Het was in het begin. Dus dat was zeg maar die optie die in het contract zat van dat jaar. In dat jaar. Maar daar ben ik nu zelf als Kamerlid niet bij betrokken geweest. Heeft de NS inderdaad pogingen gedaan, heb ik begrepen. En dat hebben wij uit ons onderzoek ook wel wat van naar voren kunnen zien komen. Om ervoor te zorgen dat de tariefrestrictie zou worden toegepast. En in die periode heeft inderdaad minister Zalm gezegd van dat vond hij deloyaal. Oké. Heeft de aandeelhouder, dus laat ik het dan zo zeggen. Heeft u ervaren dat de relatie tussen NS en de staat het handelen van de Kamer beïnvloed heeft? Nou, niet op een manier zoals ik net aangaf dat er uiteindelijk ook keuzes werden gemaakt waar de NS wel ook belang zou hebben gehad. De NS had er belang bij dat snel die tariefrestrictie zou worden toegepast, dat die optie die in het contract zat gelicht zou worden, is niet gebeurd. De NS had er belang bij dat toen het maar duurde en duurde, dat die hoge gebruikersvergoeding die betaald moest worden, dat daar een reductie op zou gaan plaatsvinden. Dat heeft nog heel erg lang geduurd. Dus in die zin heeft het dus, als dat echt een beoogd doel van hem was, heeft dat tot eind 2011 in ieder geval geen effect gehad. Geen effect gehad. En denkt u dat de Kamer bij tijd en wijle wellicht de positie van de minister ten opzichte van de NS verzwakte? Dus dat de Kamer de minister als het ware voor de voeten liep door te veel te luisteren naar de NS? Ja, dat laatste is een conclusie die u trekt. Dat, nee, is een vraag, zonder vraagteken. Ja, ik heb niet de indruk dat de Kamer te veel luisterde naar de NS. Dat de Kamer naar de NS luisterde is denk ik heel logisch. En uiteindelijk gaat iedere fractie ook over zijn eigen afwegingen die maakt, hoe die een debat ingaat en welke vragen die stelt. Ik constateer wel dat de minister vaak de Kamer wat op afstand hield. Ook onder het mom van er wordt onderhandeld met marktpartijen. Het is allemaal heel kwetsbaar. Het is juridisch natuurlijk allemaal heel redelijk explosief, zou je haast zelfs kunnen zeggen. Dus op die wijze kon er ook niet een echte open uitwisseling van opvattingen, gedachten, informatie plaatsvinden tussen het parlement en de minister. En gebeurde dat soms toch te omvloers. Of het gebeurde in beslotenheid, waardoor je daar in de openbaarheid weer niks mee kon. De commissie Duivenstein, want dat was de commissie waar we het net over hadden. Het is goed om zijn naam nog even te noemen, ja. Dat was onze gewaardeerde voorzitter. Die adviseerde onder meer een cultuuromslag waarbij de Kamer het kabinet veel kritischer zou bejegenen. Kan de Kamer dat eigenlijk, waar het gaat om een staatsdeelneming? Nou, een Kamer kan een kabinet altijd kritisch bejegenen. Dat is zelfs ook aan te bevelen. U heeft inderdaad gelijk, als je praat over de grote casus waar we het hier over hebben, van de aanleg van een spoorverbinding, een openbare aanbesteding waar een partij aan meedoet, waar dezelfde Nederlandse staat ook nog 100% aandeelhouder in is, wat natuurlijk een hele hybride situatie is, dat zo ingewikkeld is. En daarom zei ik net ook 8 juni 2000, het moment dat voor die openbare aanbesteding was besloten. Het waren beter geweest als er gewoon onderhands gegund was. Dan was het denk ik op een betere manier verlopen. Dan had ook de integratie met het hoofdrolnet op een betere wijze kunnen plaatsvinden. Er waren denk ik heel veel problemen voorkomen geweest. Of het was beter geweest, als er dan wel openbaar aanbesteed zou worden, dat het klimaat niet zo was dat een NS echt dacht van, willen we nog toekomst hebben? Willen we ook internationaal nog meedoen met die liberalisering die ingezet wordt? Met een mogelijke privatisering? En daarom heeft men toen zo hoog geboden. Als men lager had geboden en men had het ook gekregen, dan was misschien ook een deel van de problemen niet ontstaan. Te meer waar de NS die staatsdeelneming kent. De volgende vraag. NS heeft gepoogd, blijkt ons uit interne stukken, om deze parlementaire enquête die nu plaatsvindt tegen te houden. Actief. President-commissaris Meijer zei daarover, toen we hem daar een vraag over stelden, kan natuurlijk nooit zo zijn dat het bedrijf zich actief bemoeit rond de vraag of u Kamer een enquête instelt of niet. Wat is uw mening daarover? Ja, dat is voor mij natuurlijk zo duidelijk als wat. De Kamer beslist zelf over welk onderwerp ze ook een enquête willen houden. En iedereen mag daar wel opvattingen over hebben. Maar de Kamer beslist het uiteindelijk. En
het resultaat zit hier voor me, want er is een enquêtecommissie gekomen. Dat bent u, die zijn werk aan het doen is, volgens mij. Collega Vos. De standhouding tussen staat en NS, hoe zou u die karakteriseren? Ja, gespannen. Ook vanwege de hele hybride wijze waarop dat in elkaar zit. Ik denk ook dat dat iets is waar we ook in deze tijd, er is ook de afgelopen week nog natuurlijk het een en ander gebeurd. Mm-hmm. Daar zullen we ook over moeten nadenken. Want het is natuurlijk heel goed om het hele traject, alles te bekijken. Alle overleggen die er zijn geweest, keuzes die zijn gemaakt. Maar het is ook goed om naar het begin te gaan. En het hele klimaat, de hele cultuur, de hele constructie waarbinnen een NS moet opereren. Om die ook onder ogen te zien. Want ik denk dat veel van wat later fout gegaan is, en zelfs tot op de dag van vandaag nog fout gaat, een oorsprong heeft. En die moeten we denk ik ook met elkaar onder ogen willen zien. Dat laat onverlet dat een NS natuurlijk ook zelf gewoon volledig verantwoordelijk is, ook uiteindelijk voor het bod wat men heeft gedaan als het gaat om het vervoerscontract. Dat men daar ook een tijd lang aan gehouden is, ligt denk ik ook in de reden, want er stonden ook gewoon handtekeningen onder. Ja. Maar het is goed om dat begin, het klimaat, de cultuur, de overspannen verwachtingen die er waren van de markt, van liberalisering, om die ook heel goed met elkaar te bekijken en ook elkaar nog eens een keer, ook in het parlement volgens mij, nog eens een keer goed in de ogen te kijken van is dit wat we willen? Dat zal zeker denk ik nog gebeuren. Maar die moeizame verstandhouding, waar merkte u in uw tijd als Kamerlid, waar merkte u voorbeelden daarvan? Ja, je voelde het. Ja. Je voelde het, maar... Nou ja, de wijze waarop over elkaar natuurlijk ook werd gesproken. Mm-hmm. En het was natuurlijk ook gewoon een gegeven. Een gegeven in die zin dat de NS verzelfstandigd was. Dat de NS uiteindelijk meegedaan had in die HSA-constructie aan een openbare aanbesteding. En die ook gewonnen had en daar afspraken over had gemaakt, ook met de staat. Nou ja, diezelfde staat die dus weer 100% aandeelhouder is, maar dat was het hybride dus ook van de hele constructie. Dus dat er dan ook wat afstand komt en dat de minister die dan zeg maar de staat vertegenwoordigt en te maken krijgt met volksvertegenwoordigers die haar daarop aanspreken, dan ook duidelijke woorden spreekt over wat zij van de NS verwacht. En dat waren vaak wel stevige woorden van we houden ze aan het contract. En je merkte ook gewoon soms irritaties. Hè? Dat net werd al een voorbeeld gegeven van minister Zalm als het ging om dat de NS had geprobeerd om die tariefrestrictie discussie een beetje op te poken. Het is allemaal illustraties van gespannenheid. En die mede voortkwamen dus uit politieke keuzes die in de jaren 90 waren gemaakt. Ja. Maar maakte dat ook het voor een Kamerlid moeilijker om in te grijpen of bij te sturen? Nou, het is heel lastig om daar inderdaad ook een goede rol in te vinden. Omdat je ook gewoon weet, laten we maar weer de hoogte van de gebruikersvergoeding, laten we die maar weer als voorbeeld nemen. Je weet gewoon dat op het moment dat je ze aan hun contract blijft houden, op het moment dat het helemaal niet meer gaat en het loopt vast, dat die rekening, en die was geloof ik zeg uit mijn hoofd 2,4 miljard of zo, die zou dan bij de staat terechtkomen. Dus dat is een hele ongemakkelijke situatie waarin je dan zit. Je zou als gewoon in het bedrijfsleven, zeg maar, als er dan dergelijke afspraken waren tussen partijen die echt los van elkaar staan, maar wel contracten hebben gemaakt, zou je kunnen zeggen, nou oké, laat dan maar failliet gaan en dan gaan we met een ander in zee. Maar hier wist je dat faillissement gevolgen zou hebben ook voor de begroting van de Rijksoverheid. En niet zo'n klein beetje ook. Dus dat maakt het werk voor u als Kamerlid lastiger. Dat hing er gewoon boven. Ja, dat maakt het inderdaad ook lastig. Je kunt niet zomaar zeggen, nou, laat maar failliet gaan of het is een staatsbedrijf, we doen het zus maar zo. Ja, je kon dat wel zeggen, maar dan wist je ook wat de financiële gevolgen in ieder geval waren. En uiteindelijk zaten wij er ook nog wel voor het belang van de Nederlandse burgers, ook voor de reizigers. Je wilde ook gewoon dat die op een goede wijze hun vervoer zouden gaan krijgen en dat het ook betaalbaar zou blijven. Dus als dergelijke rekeningen eraan zouden gekomen, zou dat echt gevolgen hebben gehad, ook voor hen. En had u wel het idee dat u goed overzicht had over al die spanningen en belangenconflicten? Nou, één ding weet ik wel. Als eenvoudig Kamerlid, je hebt nooit het totale overzicht over alle spanningen die overal zijn. Zeker niet wat er allemaal in een kabinet plaatsvindt. Dat weten ze ook aardig te maskeren. Want de wijze waarop mevrouw Netelenbos later de openbare aanbesteding heeft verdedigd, zelfs nadat ze al geen minister meer was en hier in deze zaal nog zei dat het zo lucratief allemaal was,
is toch een heel ander beeld wat ik dan heb, als ik op die woorden afga, wat ze nu met terugwerkende kracht aangeeft over blauwe brieven en dergelijke. En met man en macht proberen te voorkomen dat er openbaar zou worden aanbesteed. Ook een minister Peijs was hier in deze zaal, toen we haar als TCI-commissie verhoorden, heel erg lovend over het contract. Het was een uitstekend contract. Echt ook keihard als het ging om de afspraken. Dus dat was ook de wijze waarop bewindspersonen, en sommigen zelfs na hun aftreden al, dan konden ze bij wijze van spreken echt helemaal losgaan als ze zouden willen, toch nog bezig waren dat te verdedigen. Mag ik u vragen wat u dan afgelopen week dacht toen u dat hoorde? Die verdediging van die twee ministers? Nou, in ieder geval als ik minister Netelenbos hier hoorde spreken, dacht ik van ik ga uit ook van dat iemand, we hebben hier de belofte of de eed afgelegd, ook naar eer en geweten zich uitspreekt. Ik heb het zelf verbazingwekkend gevonden, maar dat hebben we dus ook in ons TCI-rapport ook gewoon aangegeven. Dat, en dan hebben we het over september 2004. Al een minister die afgetreden is, hier nog echt staat te verdedigen van. Het is gewoon een heel lucratief en goed contract geweest. Waar als je ook met de informatie die we nu hebben, wat er in die jaren ook al speelde aan twijfels en dergelijke, toch ook een andere werkelijkheid hebben die nou toch iets minder lucratief en is dan wat er werd verwoord. Helder. Ik geef het woord aan mijn collega Elias. U zei net tegen collega Vos, je weet gewoon, de rekening komt bij de staat, 2,4 miljard, en dan krap je toch even achter. Nou, dat laatste zijn we niet, 2,4 miljard. Wanneer wist u dat precies? Kunt u zich dat herinneren? Dat bedrag? Ja, nou, of dat het een enorm bedrag was. En dat gevolgen van een eventueel faillissement van de HSA voor de staat waren. Nou ja, als gevolg van hoe de concessie in elkaar stak. Nou ja, hoe de concessie in elkaar zat. Gewoon wetende dat, de HSA is voor het over- en overgrote deel is NS. En we weten wat de verhouding tussen de staat en de NS is. Dus op het moment dat er een faillissement is, dan raakt dat dus de NS voor het overgrote deel. Nee, maar wanneer wist u dat? Ik heb niet een moment dat ik zeg van toen wist ik. Maar dat is volgens mij inherent ook aan de constructie. En ik zeg het even uit mijn hoofd. De vraag is van belang. Ja. Omdat wij weten wanneer de Kamer dat voor het eerst officieel hoorde. Maar ik wil van u weten of u het al eerder informeel of anderszins of wat dan ook wist. U bedoelt wanneer dat vanuit het kabinet met de Kamer gedeeld nee, is? Nee, ik vraag aan u wanneer u wist voor uzelf, die concessie steekt zo in elkaar, dat als je daar bijvoorbeeld zwaar met die tariefsverlaging in gaat zitten enzovoort. Als je dat nalaat, als je dus niet doet wat de NS graag wil en HSA valt om, dan zijn er financiële consequenties voor de staat. Voor zover ik weet is dat een wetenschap die ik al jarenlang met me meedraag. Ik weet wel dat de dreiging van een faillissement, wanneer wel of niet, die is pas in de loop van de jaren steeds groter geworden. En dan praat ik echt over 2005 en later. Dat is ook het moment overigens geweest dat de Kamer met zijn eigen commissie toen aan de slag is gegaan. Omdat we hadden zoiets van, we willen echt gewoon nu de vinger erachter krijgen. En dat lukt niet op de manier zoals we dat doen met AO'tjes en dergelijke. Ik vraag het omdat bij mijn weten, maar ik zeg natuurlijk bij mijn weten en dan kijk ik ook nog even naar de staf. Maar pas in 2008 in het kader van het Memorandum of Understanding door de heer Eurlings is gemeld dat er ook daadwerkelijk een faillissement zou kunnen dragen. En dat is iets anders. Kijk, het dreigen van een faillissement, dat is de discussie van, is die molensteen die om de nek van de HSA hangt, is die nu echt zo zwaar dat ze eronder gaan bezwijken? Maar het feit dat je weet dat op het moment dat er een faillissement zal plaatsvinden, dat die rekening dan uiteindelijk toch links of rechtsom ook voor een groot gedeelte weer bij de Nederlandse staat terechtkomt, dat is volgens mij al vanaf het allereerste begin bekend. En, ook uit Kamerbrieven? Ook uit openbare informatie? Dat weet ik niet. Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Maar vandaar dat ik het vraag. Ja. Omdat u zegt, ik wist dat, zou het nuttig zijn voor de commissie als u ongeveer kunt aangeven wanneer u dat wist en hoe u dat wist. De grijze massa werkt op volle toeren op dit moment, maar ik kan niet een bepaald moment u doorgeven. Heeft de Kamer in uw periode vaak besloten overleggen gevoerd over dat HSL-vervoer? Is dat vaak gebeurd? In de periode 2010-2012 gebeurde dat regelmatig. En
eigenlijk ook heel vervelend. Er werden ook veel stukken in beslotenheid ter inzage gelegd voor de Kamer. Kom ik zo op terug waarom dat vervelend was. Kwam dat initiatief om besloten te overleggen van de Kamer of van de bewindspersonen? Dat wisselde wat, volgens mij. Ja. Wat was daar vervelend aan? Want je kan zeggen, ja, dan hoor je tenminste eens wat. Ja, het is altijd fantastisch om iets te horen, maar voor een Kamerlid is het ook wel plezierig dat hij dan iets kan met wat hij gehoord heeft. En dat was en de restrictie de spanning. Die er meteen opgelegd werd? Omdat het vaak ging om marktinformatie, om het maar even zo kortheidshalve samen te vatten. En was dat dan ook zo, of was dat een smoes om u kort te houden in het gebruiken van die informatie? Nee, de keren dat ik erbij ben geweest, want het is mij niet gelukt om er altijd bij te zijn. Zeker als lid van een wat kleinere fractie heb je soms nog meer portefeuilles die je moet doen. De keren dat ik erbij ben geweest, was het vaak wel informatie, voor zover ik dat nog terug kon halen in mijn geheugen, want ik praat echt al over een aantal jaren terug, waarvan ik me wel kon voorstellen dat dat niet zomaar gedeeld kon worden. Maar het lastige is dat op het moment dat je dan dat soort informatie hebt en je zit een keer daarna weer in een zaal waar wel iedereen bij mag zijn en de camera's draaien, dat je daar natuurlijk nooit aan mag refereren. Dat maakt het functioneren van een Kamerlid ook best ingewikkeld. Op een bepaald moment, ik was niet de enige trouwens, volgens mij, ik zeg het even in mijn hoofd, ook mijn collega Abtroot, voormalig woordvoerder voor de VVD-fractie, ook maar gewoon besloten om niet meer dat soort informatie allemaal te gaan lezen, omdat het een goed debat ook met de minister blokkeerde. Was dat voor u ook een reden om soms te zeggen, ik word liever niet geïnformeerd? Zeker, ja. En dan hoor ik het wel via die al dan niet dezelfde hoogleraar die u net naar voren bracht. En dan kan ik wel met die informatie uit de voeten. Nou, ik, in het openbaar. Ik ben altijd op zoek gegaan naar publieke informatie. Het zij in eigen land, het zij daarbuiten. Om met de verantwoordelijke bewindspersoon te kunnen spreken. Omdat dat volgens mij ook bevorderlijk is voor een goede controle. Dat zou u in zijn algemeenheid Kamerleden aanraden als het gaat om die besloten overleggen en vertrouwelijke informatie? Het moet heel goed duidelijk zijn wat het doel is. En er moet ook, en dat zou mooi zijn als dat van tevoren bijvoorbeeld door een voorzitter al kon worden beoordeeld, ook een inschatting worden gemaakt of het echt noodzakelijk is dat dat in beslotenheid plaatsvindt. De Kamer heeft het overigens ook, kijkend naar dit dossier, zeg ik ook weer met de TCI-pet op, een paar keer ook gewoon geweigerd. Minister Netelbos zijn naam is een paar keer gevallen, maar hij heeft zelfs ook één keer in de gang van de Kamer gestaan met een behoorlijk groot aantal ambtenaren bij zich. Ze vertelden er zelfs bij dat er één ambtenaar was die voor die gelegenheid zelfs een nieuw pak had gekocht. De Kamercommissie weigerde toch om in beslotenheid met haar te vergaderen. Dus ze konden weer terug, inclusief de ambtenaar met het nieuwe pak, naar het ministerie. Dus dat soort situaties hebben zich ook voorgedaan op dit dossier. Ja, van Nieuwpark. Zeker. Een van de aanleidingen voor parlementaire werkgroep Dijksma was vertraging bij de bouw van de treinen. Heeft u zich tijdens de bouw wel eens afgevraagd of Ansaldo Breda wel goed werk zou leveren? Zeker. En ook of alles wel op tijd klaar zou zijn. Wanneer was dat? Ik weet dat. Dat is mijn voorganger op het dossier geweest als het gaat om de woordvoerders van de ChristenUnie, dat de heer Ernst Kramer dat al in 2008 heeft gedaan. Maar ik weet ook dat er al eerder, volgens mij in 2005, ook al Kamervragen zijn gesteld. Onder andere door toenmalig woordvoerder mevrouw Dijksma. Dus er in die periode is verscheidene malen zijn er vragen gesteld over hoe zit het met de trein. En ik heb zelf, dat zeg ik nu even uit mijn hoofd, maar ik denk dat het 2010 moet zijn geweest. Toen was ik net weer woordvoerder geworden, ook een keer nadrukkelijk aan de bel getrokken met informatie die wij hadden. Met name ook uit het buitenland, dat er toch wel vragen waren te stellen over de reputatie van treinenbouwer. Hoe kwam u aan die informatie? Van wie en wanneer? Dat was informatie die internationaal rondging. Dus gewoon publieke informatie. Volgens mij een keer begonnen ergens met een krantenbericht in een buitenlandse krant of zo, maar in ieder geval aanleiding geweest om destijds daar ook vragen over te stellen. En die vragen zijn ook gesteld. We hebben het helemaal aan het begingesprek wel gehad over toch wel een beetje de bezweringsformules die soms terugkwamen bij dit soort vragen. Toen werd wel aangegeven dat men er ook serieus naar keek en dat er ook wel wat zorgen waren, maar dat de informatie die men zelf weer kreeg van HSA, dat het voor elkaar zou komen en dat het ook allemaal op tijd zou gaan rijden. In ieder geval voor de bewindspersonen geen aanleiding was om daar dan ook gelijk nog verder werk van te maken. De heer Hofstra vertelde ons hier dat
Kamer wel eens had overwogen om gewoon een keer in die fabriek te gaan kijken. Weet u daar, herinnert u zich dat? Nee, dat weet ik niet, nee. Maar dat de heer Hofstra dat soort overwegingen zou kunnen hebben gehad, dat kan ik wel plaatsen. Maar, want hij was zeer nieuwsgierig. U herinnert het niet als een serieus signaal dat er overwogen is door de commissie toen nog Verkeer en Waterstaat om daar te gaan kijken? Ik kan me dat niet meer herinneren. Oké. Okay. Belangrijk is dat regelmatig de vertragingen bij de bouw van de trein, als het erom gaat de Kamer te informeren, werden toegeschreven aan het veiligheidssysteem, het zogenaamde ERTMS. Electronic Rail Train Management System, geloof ik. Waarvan de technische eisen nog niet duidelijk waren gespecificeerd. Vond u dat een geloofwaardige oorzaak van de vertraging? Daar heb ik wel twijfels over gehad. Niet dat ERTMS een nieuw gegeven was wat opkwam en waar men iets mee moest. We weten dat het uiteindelijk dus ook wel behoorlijk een van de vertragingsfactoren is geweest, naast ook nog wel een heel aantal andere die er waren. Wij vonden het aan de andere kant vreemd, omdat als het ging om ETMS, dat bij de Betuwe-route eigenlijk allemaal wel een stuk beter verliep. En bij de HSL toch weer minder. Dus ik heb inderdaad wel eens twijfels gehad of dat niet gewoon eigenlijk als een soort, smoes klinkt wat plat, maar... Excuus? Ja, om in ieder geval ook even, misschien zelfs om even tijd te winnen. Omdat daarnaast natuurlijk nog die hele discussie speelde rond gebruikersvergoeding en de zware last die dat was. Maar daar hebben we nooit echt goed de vinger achter kunnen krijgen. Maar u dacht dat dat mogelijk zo zou zijn? Wij hadden dat gevoel wel, ja. Ja, en ik heb dat ook wel eens verwoord. En was dat niet extra lastig omdat dat systeem ging over veiligheid? En als het over veiligheid gaat, ja, dan moet je natuurlijk extra voorzichtig zijn als Kamerlid, toch? Zeker, ja. Nee, u zegt het, maar ik ben het daarmee eens. Kunt u daar nog iets meer over uitleggen? Nou, op het moment dat je de indruk hebt dat er dingen spelen waarvan het de vraag is van is dat nou echt zo groot probleem of wordt het nu heel erg groot gemaakt, dan kun je niet anders dan dat gewoon verwoorden en daar vragen over stellen. Ik ben overigens een groot voorstander van ERTMS en ik hoop ook dat het straks allemaal overal heel erg goed gaat werken. Maar het werd als een soort hindernis ook meegegeven. Dus dat hebben we ook gedaan. En inderdaad is het zo dat je gaat natuurlijk niet zeggen van duw maar even door op het moment dat het om veiligheidszaken gaat. Omdat je weet dat als daar dan fouten gemaakt worden, kan dat grote gevolgen hebben. Ik bedoel, als een trein niet op tijd remt, helaas hebben we het ook wel een paar keer meegemaakt, kan dat heel veel slachtoffers tot gevolg hebben. Dat wil je natuurlijk ook niet voor je rekening hebben. Dus het was ook puur een discussie met de minister over alle hindernissen die er waren, want er waren er natuurlijk meer. Er lagen ook nog een aantal hindernissen in België, zoals u ook weet, rond reistijden die minder snel waren, rond afspraken die met de Belgische vervoerder moesten worden gemaakt om de bediening van Breda en Den Haag. Dus er waren veel meer hinderfactoren, maar dit was inderdaad één. En echt wel eens twijfel gehad van, wordt het nou wel echt heel zuiver gebruikt of niet? En wie had er dan eventueel belang bij om ERTMS als excuus en niet geheel zuiver te gebruiken? Nou, in ieder geval heeft men misschien even wat tijd. Wie is men? Wij dachten ook wel het kabinet, want er werden natuurlijk ook wel gesprekken gevoerd op dat moment. En met de informatie die we nu hebben weten we dat meer dan ooit dat ook het geval was. Dat het kabinet op een bepaald moment ook tot de conclusie is gekomen van onverkort vasthouden aan het oude contract, dat gaat niet meer. Dus moeten we met elkaar gaan nadenken wat voor nieuwe afspraken we moeten maken. Dat proces is al volgens mij al in 2005, na de zomer van 2005, in gang gekomen. En dat ging natuurlijk allemaal niet zo heel erg makkelijk. Dus het leek een beetje van misschien is er even wat tijd nodig of zo. Maar dat zijn puur eigen conclusies die ik hier trek als het gaat om de gedachtes die ik toen gehad heb. Maar u had het vermoeden dat zit niet helemaal lekker, maar u zei ik kreeg daar de vinger niet achter. Probeerde u dat wel? Uiteraard, gewoon door de vragen te stellen. En ook uiteindelijk in eind 2005 in de wetenschap dat er een Kamercommissie aan de slag ging. Onder leiding van mevrouw Dijksma. En dat was een stevige commissie, ook qua bemensing. Er zat een aantal toch zeer ervaren Kamerleden ook in. Die binnenskamers, zeg maar, met alle informatie die beschikbaar was, ook bezig waren om een soort
overzicht te krijgen van wat speelt hier nou eigenlijk en wat is hier gaande en wat moet hier gebeuren. In een van de eerdere verhoren is al aan de orde geweest, ik weet dat u in dat jaar niet woordvoerder was, maar dat een directeur van de HSA aan een topambtenaar van Verkeer en Waterstaat, de directeur van de HSA is dus High Speed Alliance, is 35% NS, aan een topambtenaar van Verkeer en Waterstaat meldt, dat is op 26 maart 2008, dat in een brief aan de Kamer als reden van de problemen die er zijn bij HSA, maar beter niks over het dreigende faillissement kan worden verteld en alle schuld van de vertraging op complicaties met het veiligheidssysteem, ERTMS, moet worden gegooid. Wat vindt u daarvan, als ik u dat nu opnieuw voorhoud? Nou ja, het geeft aan dat als dat de bedoeling is geweest, dat ze bij mij daar aardig in zijn geslaagd, omdat ik inderdaad mijn twijfels heb gehad over de hele beveiliging en daar ook destijds vragen over heb gesteld. Maar als dat zo gegaan is en ja, het blijkt uit de stukken dat dat zo gegaan is, is dan niet de Kamer zand in de ogen gestrooid? Dat zou je zo kunnen concluderen. Kijk, wat belangrijk is bij dit soort processen is dat er een open uitwisseling vindt van informatie, maar dat de wijze waarop partijen erin zitten en de enorme belangen die hierbij zijn gemoeid, maar ook contractueel natuurlijk er nogal wat consequenties aan vastzitten, dat dat soms gedrag uitlokt op een manier zoals dat door u net verwoord is. En om ook terug te gaan naar een vraag die de heer Van Gerven mij dan ook stelde, dat maakt het voor Kamerleden ook best heel lastig om uiteindelijk daar dan ook goed de vinger achter te krijgen en hun controlerende verantwoordelijkheid inhoud te geven. U zei dat kan je concluderen, dat zou je kunnen concluderen, dat de Kamer zand in de ogen is gestrooid. Wat zou ik anders kunnen concluderen? Of is het dat ik de formulering je moet het concluderen moet gebruiken? Nou, ik vind dat u dat wel aardig formuleerde. Dus de Kamer is op dat moment naar Kijk, ik ken dat hele stuk niet, maar als uit stukken blijkt dat men doelbewust één hindernis, want er waren er meer, gaf ik net al aan, naar voren schuift en daar hoopt dat daar alle aandacht op komt, omdat men ook weet dat het lastig is om daar al te veel van te zeggen vanwege de veiligheidsaspecten die eraan vastzitten en mogelijke consequenties als het daar fout gaat. Als dat klopt, ik ga even af op uw woorden, dan is men daar dus in geslaagd en heeft men dus inderdaad even de aandacht van andere onderwerpen af kunnen krijgen. En dat is natuurlijk niet acceptabel. Meneer Werkamp. Ja, meneer Slob, nog één vraag. U heeft in dit verhoor een aantal termen gebruikt om de aanpak van de kabinetten te typeren als het ging over de omgang met de Kamer. U heeft het gehad over powerplay, een bezweringsformule, de Kamer op afstand en hebben ook nog de besloten overleg en de vertrouwelijke informatie. Was het voor de Kamer mogelijk om adequaat te functioneren als het gaat over dat HSL-dossier? Of was het lastiger ten opzichte van andere dossiers? Ik heb gemerkt dat het bij dossiers als deze, waar de belangen heel groot zijn en de bedragen ook heel fors zijn die erin omgaan, dat het inderdaad lastiger is voor een Kamer om daar adequaat op te kunnen functioneren dan ik dat bij heel veel andere onderwerpen waar ik in de Kamer ook mee te maken heb gehad, meemaak. Dat wil niet zeggen dat er dan altijd ook sprake is van wantrouwen richting een kabinet als het gaat om de wijze waarop je ook als Kamer met een kabinet omgaat. Maar je voelt dat gewoon, je weet het ook dat die belangen groot zijn. Je weet dat niet altijd alle informatie wordt gedeeld. Of in ieder geval dat het soms in wat bedekte termen gebeurt vanwege alle complicaties die er omheen vastzit. En dat betekent dus dat je ook echt op scherp moet staan, ook als Kamerlid, om op zo'n dossier goed je werk te kunnen doen. En zelfs als je het goed doet, weet je ook nog dat je tegen hindernissen kan aanlopen in de sfeer van dat er in coalitieverband gewoon keuzes worden gemaakt van zo is het en niet anders. Zelfs tot in regeerakkoorden werd het zelfs vastgelegd. Dat zegt natuurlijk ook al iets, hè, want regeerakkoorden, dat weet men, dat is gestold wantrouwen. Dus op het moment dat je het vast gaat leggen, dan wordt dat wantrouwen bij wijze van spreken al zichtelijk gemaakt. Daar heb je mee te maken. Wat zou je kunnen doen om als Kamer meer grip te krijgen in dit soort complexe situaties waar meerdere belangen spelen, waarin je toch ook de verschillende kabinetten hebt die de Kamer toch wat meer op afstand houden? Wat zou je dan kunnen doen om meer grip te krijgen?
Ik denk dat het heel verstandig is om nog eens een keer de rapporten te pakken van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten en de aanbevelingen die daar zijn gedaan, tot en met ook hele gerichte afspraken. Op het moment dat je van start gaat met een groot infraproject, ook als het gaat om de informatieuitwisseling tussen Kamer en kabinet. Daarnaast, en dat is een heikel punt, ik weet ook dat andere commissies daar tegenaan zijn gelopen, en ik kijk even heel nadrukkelijk één kant uit, bijvoorbeeld als het om ICT gaat, de informatiepositie van de Kamer, de Kamer ook in een positie brengen dat men de enorme hoeveelheid informatie die op ze afkomt, maar ook de enorme gecompliceerdheid, juridisch, technisch, noem alles maar op een goede manier kan beheersen, is het ook belangrijk dat er ook wordt geïnvesteerd in de positie van de Kamer. Nou ja, we weten ook wel, de tijd waarin we ook de afgelopen jaren hebben geleefd, ook in financiële zin, waren niet van die aard dat daar heel veel geld voor beschikbaar was. Maar dat blijft een voortdurend aandachtspunt, zeker bij dit soort onderwerpen. Helder. Gaat gelukkig ook wel eens goed. Ja, Hanselijn is een voorbeeld dat het gewoon goed gegaan is. Als het gaat om tijd, als het gaat om budget, was zelfs nog 100 miljoen over. Er had zelfs nog wel een inpassing voor betaald kunnen worden, maar dat geld is op een andere manier goed besteed, denk ik. Ja. Dus er zijn ook goede voorbeelden. Prima, ik geef het woord weer aan mevrouw van Torenburg. Pakken we een klein stapje verder. Want in 2005 bleek dat bij de oplevering van de treinen dat een enorme vertraging met zich bracht. En u zei, de minister kan niet vasthouden aan een formele opstelling dat het de verantwoordelijkheid is van de NS. Kunt u zich dat nog herinneren? Nou, ik weet dat zij, NS, HSA, dat ze als er kamervragen werden gesteld. En te beginnen volgens mij, ik denk zelfs dat de allereerste kamervragen waren van mevrouw Dijksma. Over hoe zit het met de treinen, gaat dat goed komen? Maar later is dat meerdere malen teruggekomen dat ze nou heel vaak ook zei van ja, dat is nog even weg in de tijd. Maar ook van, ik heb daar HSA over aangesproken en dit is wat ik terug heb gekregen. Dat was op een bepaald moment inderdaad niet meer houdbaar. Omdat de informatie ook wel van die aard werd. Dat je gewoon doorkreeg van ja, laten we elkaar niet voor de gek houden. Maar dit gaat gewoon een keer fout. Dit gaat gewoon niet lukken, sowieso in de tijd al niet. Complicerend was dat de overheid ook op andere fronten de tijd, ook de oplevering van de spoorbaan zelf is uit de tijd geschoten. Dat had ook weer complicerende factoren weer voor het vervoer. Dus op allerlei manieren liep het gewoon niet goed. En dan moet dat ook gewoon uitgesproken worden. U zei het zelfs scherp. Als problemen ontstaan en de andere partij begint vast te lopen in haar eigen verantwoordelijkheid. En dit ook met enige regelmaat meldt. Dan kan de minister niet blijven steken in de formele opstelling dat het nu eenmaal de verantwoordelijkheid van die partij is. Vond u in deze woorden nu eigenlijk dat de minister te weinig systeemverantwoordelijkheid nam? Ik vond dat, dat heb ik denk net ook woorden aangegeven, dat bewindspersonen zich soms wel te snel verscholen achter een andere partij, in dit geval HSA. Dat gebeurde ook als het ging om de hele situatie rond de afspraken die met de Belgische vervoerder moesten worden gemaakt. En dat men soms te lang de andere partij, zeg maar in dit geval HSA, heeft laten spartelen. Niet heeft gekeken ook van inderdaad een systeemverantwoordelijkheid van kunnen we het niet wat verder op de rails helpen, letterlijk en figuurlijk, omdat het anders misschien vast gaat lopen. Dat was heel formeel. Ik snap dat in die zin wel, omdat je natuurlijk contracten hebt afgesloten waarin die afspraken ook zijn gemaakt. We leven nu wat verder in de tijd. Als je dan terugkijkt, dan zie je, ik gaf het geloof ik eerder ook al aan, dat een bepaalde hete aardappel steeds doorgeschoven is. En uiteindelijk heeft het dus nogal heel erg lang geduurd tot de begrotingsbehandeling 2011. Dat er een keer een minister is opgestaan die daar ingegrepen heeft. En als het ging om aanschaf van treinen en wat voor treinen en dergelijke, was dat natuurlijk al te laat. Want dat liep allemaal al. Maar niemand voor haar heeft dat gedurfd. En ik ben er heel kritisch over geweest toen. Met name ook omdat er heel omvloerst werd gedaan over wat voor bedrag daar nu aan zou hangen. De minister zei steeds 390 miljoen. Maar wij wisten eigenlijk allemaal wel van het is meer. Het is zelfs bijna een miljard. Want er werd vooruitgegrepen op 400 miljoen van een concessie die nog een periode niet moest gaan lopen. En er zat ook nog geld van financiën in. Ik heb het uiteindelijk geaccepteerd. Er heeft nog een kamermotie gelegen, Partij van de Arbeid D66, om dat niet te doen. Maar die hebben wij niet gesteund, die is ook verworpen. Ik denk dat minister Schultz daar toen een goed optreden heeft gehad.
Al is het wrang, want het kostte veel geld en veel dingen hadden voorkomen kunnen worden als in het begintraject er veel beter was nagedacht over wat willen we nou eigenlijk met een NS, wat willen we met dit vervoer, hoe kijken we naar de toekomst. Maar goed, er moest ingegrepen worden. Dan gaat uiteindelijk ook de Vira rijden in 2012 en wordt die heel kort daarna van het spoor gehaald. Dachten we eindelijk dat we dat ene onderdeel hadden opgelost, krijgen we problemen met de trein. Maar dan gaat in 2013 de Kamer akkoord met een alternatief vervoer, zoals de NS dat toen voorstelde. Dat maakt een eindbeeld dat er een dure verbinding komt naar Brussel, minder vaak dan was bedacht. En de Benelux Pluslijn die er langer over doet dan voor die hele HSL werd gebouwd. Hoe beoordeelt u dat nou? Ja, wat voor termen wilt u horen? Ja, zeg het. Nee, natuurlijk dan is dat... Dan verwacht ik geen krachttermen. Nee, dat hoeft u van mij niet te verwachten. Het is natuurlijk een aaneenstapeling van drama's geworden, waar de een misschien nog wel vervelender was dan de ander, maar uiteindelijk wat er in het eind gebeurde was natuurlijk gewoon echt een wanvertoning. Ik bedoel, dat is gewoon echt heel erg dat op deze wijze dat zo ging. En ook gewoon ook heel erg zichtbaar werd, hè? Ook naar alle Nederlanders. Ik bedoel, belastingbetalers die hier ook hun belasting hebben betaald, waar ook dit soort projecten uitgefinancierd moeten worden, dat uiteindelijk zo'n situatie kon ontstaan. Ook de verhoren die u de afgelopen week weer heeft gehouden als het ging om de inspectie en dergelijke. Ja, daar word je niet vrolijk van, om het even heel onderkoeld te zeggen. Dat zijn allemaal dingen waar we niet blij van worden. En nou, het is te hopen dat dat zich op deze wijze niet nog eens een keer gaat voordoen, voor zover er nog ooit van dit soort lijnen worden aangelegd. En als dan meneer de Scheemaker hier kleurrijk zegt, het is allemaal beter zo en jullie kunnen toch genieten van de Belgische treinen en de Thalys rijdt toch, het is beter dan ooit. Vindt u dan ook dat de potentie van de hoge snelheidslijn op deze manier voldoende wordt benut, dat die voldoende wordt gebruikt? Nou, dat zal volgens mij in de toekomst nog meer moeten gaan gebeuren. Maar waar ik wel zelf blij mee ben, dat hebben we ook in de Kamer wel uitgesproken, is het feit dat uiteindelijk, wil men in het begin niet, is eigenlijk gekozen vanuit prestigeoverwegingen voor een nieuwe lijn. Er moesten snelheden van 300 kilometer gehaald worden. Dat was niet op basis van dat we dat zeg maar Europees moesten. Dus ook niet op basis van kosten, inschattingen en dergelijke en vergelijkingen tot stand gekomen. Dat is eigenlijk puur echt ook prestige geweest. Andere kant van het verhaal is dat als er dan uiteindelijk een spoorlijn ligt en ook die integratie met het hoofdrailnet wordt op een goede wijze inhoud gegeven, dan kunnen we daar natuurlijk op een bepaald moment wel met elkaar ook weer heel veel plezier van hebben. Ja, vindt u dat een goede zaak, die integratie? Ja, die integratie vind ik heel goed. Mevrouw Netelenbos zei, straks gaan ze erover boemelen. Ja, mevrouw Netelenbos heeft meer dingen gezegd, dus niet alles met instemming ook ontvangen. Ik denk dat het heel goed is dat die integratie ook heeft plaatsgevonden. Dat heeft met name ook voor de reizigers in het zuiden van het land, in Brabant bijvoorbeeld, heeft dat hele plezierige gevolgen gehad, maar ook mensen die naar Brabant toe willen. Dus die integratie waar ooit in het prille begin over gesproken is, zelfs ook gedachtes over waren, die heeft aan het eind zeg maar uiteindelijk toch zijn plekje gekregen. En daar ben ik zelf wel een voorstander van. Ik denk ook dat dat goed is. Maar mag ik in uw antwoord toch ook beluisteren dat u misschien in de toekomst vindt dat de mogelijkheden van de HSL Zuid, zoals die nu eenmaal is neergelegd, wellicht ooit worden benut? Of bent u daar nog steeds kritisch op? Nou, ik denk niet op een wijze zoals we dat misschien van oorsprong, degene die dat bedacht hebben in die agenderende fase, hè, met treinen die 300 kilometer en zo rijden. We hebben als commissie Duivenstein ook de vinger bijgelegd van in de Nederlandse verhoudingen is dat gewoon erg lastig. Want je moet al snel weer op de remmen gaan staan omdat er alweer een plaats aankomt. Bij ons is de ruimte gewoon ook beperkt. Dus de overspanningen, verwachtingen van het begin, die zullen er nooit uit gaan komen. Maar als er een goede lijn ligt, ook met internationale verbindingen, en we kunnen er straks op een goede manier gebruik van maken, en ook het is betaalbaar voor mensen, dan zou er ooit een keer een tijd kunnen zijn dat we bij wijze van spreken alle ellende waar u nu zo druk mee bezig bent en die op papier beschreven is, weer een beetje zijn vergeten en ook gewoon optimaal gebruik kunnen maken van alles. Dat kijkt u er ook als... Daar kijk ik inderdaad ook wel naar uit, ja. Dat snap ik. Maar kijkt u er ook naar uit vanuit uw expertise opgedaan tijdens de tijdelijke commissie infrastructuurprojecten, dat uiteindelijk de beoogde doelen
die men wilde realiseren. Niet alleen het vervoer, maar ook de bereikbaar maken van de Randstad. Substitutie, dat mensen niet langer zo vaak met de vliegtuig zouden gaan, maar met de trein of uit de auto zouden gaan. Dat die doelen ook niet zijn gehandhaafd. Kunt u daar nog iets over zeggen? Ik denk dat doelen op een bepaald moment eerst goed uitgediscussieerd moeten worden. Dat is met de Kamer onvoldoende gebeurd. Het is heel opvallend bij dit dossier, HSL. De Kamer was in het begintraject eigenlijk de grote afwezige. Toen het geagendeerd werd, toen er onderzoeken werden gedaan, rapporten werden geschreven en dergelijke, heeft de Kamer zich daar eigenlijk nauwelijks tegen aan bemoeid. En toen de Kamer zich ermee ging bemoeien, toen was het te laat, want toen lag het tracébesluit al vast in een regeerakkoord. Dus de Kamer moet, en dat was ook een van de adviezen van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, moet daar ook dan vroegtijdig ook een rol in krijgen. Als je de doelen goed met elkaar uitdiscussieert, dan kan dat alleen maar verrijkend zijn ook voor wat je daarna gaat doen. Al moet je altijd ook de wetenschap inbouwen dat er ontwikkelingen kunnen zijn in de loop van de tijd die toch om aanpassingen vragen. Als we bijvoorbeeld kijken wat er met het vliegvervoer gaande is, de prijsknallers die er nu soms zijn, dat je voor echt een appel en een ei naar welke plaats ook in Europa kunt gaan en soms zelfs ook nog daarbuiten. Dat is natuurlijk ook voor een trein heel moeilijk om daar tegenaan te gaan concurreren. Dat is pas in de loop van de jaren ontstaan. Dat was in die tijd nog niet zo het geval. Dus er zitten altijd onverwachte dingen in. Maar goed nadenken over doelen voordat je keuzes maakt is belangrijk. Dan kun je ook voorkomen dat je aan iets gaat beginnen waar je gaandeweg niet meer uit kunt. Omdat je helemaal begonnen bent, keuzes zijn gemaakt, contracten zijn afgesloten. Maar waar dan wel een opeenstapeling van problemen gaat ontstaan. Ik zit zo nog na te denken. Ik heb zo eens een aantal dingen opgeschreven tijdens het verhoor. En als ik ze zo langs loop, is het op onderdelen ook best wel schokkend. Dat u zegt, de concessie was getekend en toen kwam eigenlijk de Kamer in beeld. We hebben veel debat gevoerd, we stelden de juiste vragen. Maar u kreeg vaak niet de juiste antwoorden, in ieder geval soms verhulde informatie. Ten aanzien van Ansaldo Breda's de vraag of u de juiste informatie kreeg. Uiteindelijk slaagde de Kamer er slecht in om de boel bij te sturen. Als het heel ingewikkeld wordt, kwam er een regeerakkoord of werd het chefzaggen. Dus dat betekent eigenlijk dat de fractievoorzitters of anderen zich ermee gaan bemoeien. Als het ingewikkeld wordt, werden er besloten overleggen gehouden. Stukken kwamen louter ter inzage. Zo erg dat sommige Kamerleden dachten, we gaan er niet eens meer kennis van nemen. En eigenlijk zou je, en dat is misschien wat bout gezegd, maar op zo'n dossier kunnen zeggen, de Kamer slaat op deze manier toch geen deuk in een pakje boter. Op zo'n ingewikkeld dossier. Hoe kan dat nou beter? U heeft een aantal dingen erover gezegd. De doelen scherper, informatiepositie. Maar hoe zou nou de Kamer met zo'n ingewikkelde staatsdeelneming wel echt een kritische tegenmacht kunnen worden? Nou, misschien door allereerst eens met elkaar een stevig debat te gaan voeren over de hybride situatie die ontstaat bij een NS... met staatsdeelneming en meedoen aan dit soort aanbestedingen. Ik denk dat het echt belangrijk is om dat debat ook te voeren. Ik ben ook benieuwd naar wat voor inzichten deze commissie daarover zal meegeven aan de Kamer. Tweede is, als ik kijk naar de aanbevelingen die de commissie Duivenstein heeft gedaan, die heeft eigenlijk drie dingen gezegd. Die heeft allereerst gezegd, op de juiste momenten moet de betrokkenheid van de Kamer, hetzij als het gaat om politieke besluitvorming, hetzij als het gaat om het uitoefenen van controle, moet op een goede manier geregeld zijn. Daar hebben we ook aanbevelingen voor gedaan welke momenten dat zijn, zodat je niet zeg maar te laat bent omdat die fase al gepasseerd is en het dus niet meer kan of misschien heel veel kosten met zich mee gaat brengen. Tweede is dat de informatievoorziening die de Kamer krijgt, die moet echt op orde zijn. Ik heb bij dit dossier te vaak gemerkt dat het te omvloerst was, te verborgen. Nou, ik heb een paar voorbeelden daarvan gegeven, die zijn misschien schokkend. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen wel goed gegaan. Maar ik denk dat de dingen die niet goed gaan toch wel genoemd moeten worden. Dus de informatievoorziening moet echt op orde zijn. En de Kamer moet goed nadenken. Dat moeten fracties afzonderlijk doen, maar moet de Kamer ook als collectief doen. Op welke wijze zijn we voldoende bemenst en in staat om inderdaad die tegenmacht te zijn. En op een goede wijze zo'n heel groot project waar zoveel belangen in spelen, wat soms zo ingewikkeld is, technisch, juridisch, noem maar op, om daar ook een goede rol in te kunnen vervullen. En kijk ook maar even terug naar de afgelopen jaren, hoeveel wisselingen er ook in zo'n commissie zijn. Hoe vaak er weer nieuwe woordvoerders zitten die dan weer helemaal opnieuw moeten gaan beginnen. Dat is best ingewikkeld, zeker met zoveel kabinetvallen zoals we die ook hebben gehad. Oké.
Ik kijk nog even, want er is nog één vraag blijven liggen. Waar had u nou exact de berichten over Ansaldo Breda vandaan? Was dat uit de internationale media? Hadden we dat volgens mij waren dat, als het gaat om wat ik daar zelf in heb gedaan, informatie die we uit Denemarken kregen. Dus het was niet via intern, maar... Dat was via publieke informatie die opgepakt was. En waar ging dat over, die informatie? Dat was onder andere informatie over het feit dat deze treinbouwer ook treinen dus in een ander land leverde. Waar men, volgens mij had het met de remmen te maken, dat men al heel snel vanwege de problemen die daar ontstonden, de treinen ook van de rails heeft afgehaald. Dus die informatiepositie. Dat was op zich denk ik relevante informatie om ook in Nederland te bespreken met wetende wat er op ons afkwam. Okay. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn blijven liggen en volgens mij niet. Heeft u nou, ik ga toch ook aan u de vraag stellen. Alle zaken overziend en dingen die u heeft gelezen in die tijdelijke commissie en alles. En nog ideeën gehad van nou, daar zijn nou hele kwetsbare punten waarvan ik zelfs misschien wel denk aan onregelmatigheden. Onregelmatigheden in die zin? In de zin van dingen die echt fout zijn gegaan, waarvan ik dacht, dit is gewoon verkeerd. Nou, ik ben zelf wel tot de conclusie gekomen dat het heel goed is om op al die verschillende onderdelen van alles wat er gespeeld heeft, ook in de tijd, om daar je goed op te concentreren. Maar toch iedere keer wel weer even naar het begin terug te gaan, de hoofdvraag van de start. Want de NS heeft... in de HSA-verband natuurlijk veel fout gedaan. Maar de NS zat volgens mij in die beginperiode in een situatie, in een cultuur, in een ontwikkeling van liberalisering, privatisering. Er werd gesproken over een beursgang, al zei de Kamer dat moet niet gebeuren in meerderheid, minus de VVD. Maar het was wel een onderwerp van debat. Dat heeft ook bij de NS, ik zou maar zeggen, krachten losgemaakt van als dit onze toekomst is, dan moeten we echt... in een goede positie zijn, dan moeten we meerjarig moeten we het hoofdrailnet tot ons beheer hebben. Maar we moeten ook zorgen dat we een internationale verbinding zoals de HSL hebben. En dat heeft uiteindelijk ook geleid tot een bieding die natuurlijk veel te hoog was. Maar het is goed, denk ik, om die beginvraag van waarom is het fout gegaan? Wat was de onderliggende cultuur en de redenen zeg maar, waarom men die keuzes toen zo gemaakt heeft, die later zo ontspoord zijn... Dat is ook de titel volgens mij geworden nog van een boek over dit dossier. Dat we daar denk ik met elkaar echt goed over na moeten denken. Ook als we verder naar de toekomst gaan. Heeft u nou op enig moment ook gedacht, hier is misschien wel fraude in het spel. Hier is echt iets strafrechtelijks fout gegaan. Heeft u daar ooit een signaal van gezien in de onderzoeken die u heeft gedaan, in de contacten die u heeft gehad? Niet van dat men zich niet aan contracten heeft gehouden of wat dan ook. Dus dat soort termen zijn niet in mij opgekomen. Wel, en met name ook weer ons TCI-analyse ook van het vervoerscontract, wat er gebeurde. Dat je gewoon wel merkte dat een deel van de discussie die binnen kamers in de ministeries wordt gevoerd, de strijd die daar soms ook werd geleverd, ook tussen bewindspersonen, soms ook van verschillende politieke opvattingen. Met name strijd ook tussen PvdA en VVD geweest, die de VVD bijna altijd gewonnen heeft als het om dit soort onderwerpen ging. Dat zo soms werd afgedekt, dat niet diezelfde discussie zeg maar een goed vervolg ook in de Kamer kon krijgen, zodat we ook echt tot conclusies konden komen die ook dienstbaar zouden zijn geweest aan het goed laten verlopen van dit grote project. En dat heeft veel schade aangericht, ook heel veel geld gekost. Want een deel van de politieke problemen is ook gewoon financieel afgekocht. Als je bijvoorbeeld denkt aan de tunnel bij het Groene Hart, als het om de HSL gaat. Prijskaartje van 900 miljoen, spuur een politiek probleem tussen VVD en Partij van de Arbeid, afgekocht. Alle andere alternatieven, ook vanuit de Kamer, lag nog een alternatief van een van mijn voorgangers, Dick Stellingwerf. Maar ook de Bosvariant, die werd zo aan de kant geschoven. Er was ruimte voor, er was een meerderheid voor een Kamermotie. Die werd uiteindelijk na weken getouwtrek achter de grenzen werd die ingetrokken. Tot het hoogste niveau, niet op fractievoorzitterniveau, maar tot de minister-president toe. Hebben wij als commissie ook inzichtelijk kunnen maken. Werd er zelfs gezegd van nou, als dit zo doorgaat, dan loop ik naar de koning. Naar de koningin was ze toen nog. De woordvoerder van de Partij van de Arbeid zei toen tegen ons, dan heb ik gezegd, dan loop ik wel een stukje mee. Maar uiteindelijk was wel de eindconclusie dat de motie werd ingetrokken. En dat het doorging met een rekening van 900 miljoen erbij. En zo ging het dus vaak in dit proces. En dan is het verdraaid moeilijk voor partijen die niet in dat hart zitten om daar omheen nog enigszins invloed uit te oefenen op zo'n proces. Oké. Ik dank u voor dit verhoor en ik sluit hiermee dit verhoor.